zijn onze gasten. We beginnen met de laatste cijfers van het RIVM. Het aantal coronadoden stijgt met 144 naar 3.459. Het aantal IC-opnames daalde met 23 naar 1.235. Diederik Gommers, goedenavond. U bent voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. We hebben u veel gezien de afgelopen tijd. Hoe beoordeelt u deze cijfers? Nou ja, we hebben nu voor het eerst een week achter de rug dat we bijna iedere dag een daling hebben gezien. En als je het over de hele week kijkt, zijn we 150 gedaald. En dat is natuurlijk een prachtig resultaat. Ja. Bent u blij met het advies van de burgemeesters om grote evenementen te schrappen tot 1 september? Denkt u dat is een goede beslissing of vindt u het voorbarig? Ja, weet ik niet. Ik bedoel, kijk. Wij als intensive care reageren op de gebeurtenissen van de dag en van de week. Ik denk dat we nu zien dat we voor het eerst aan het dalen zijn. Ja, nu werken we naartoe om te kijken hoe ver we kunnen dalen, zodat we de intensive care weer kunnen doen binnen de muren van de intensive care. Want u gaat ervan uit dat de daling stand houdt? Of dat u kijkt echt per dag van wat gebeurt er? Ja, kijk, voor ons is het heel belangrijk dat we zo ver gedaald zijn dat onze collega's van de operatiekamers en de anesthesiologen en de anesthesiemedewerkers, dat we die weer terug kunnen sturen naar het operatiecomplex, zodat we dan weer de gewone zorg kunnen opstarten. En dat is voor ons heel belangrijk. Maar dat klinkt al heel hoopgevend dat u al bezig bent met de rest weer opstarten. Ja. Dat had u misschien niet verwacht op dit punt. Nee, zeker niet. Hè? Nee. Want de eerste planningen waren wat dat we de top eind mei hebben. En nu hebben we de piek hopelijk gehad. Want die piek, die heb ik ook nog steeds in mijn achterhoofd. Van ergens in mei komt alsnog die piek. Maar daarvan zegt u, nou, die hoeven we dan eigenlijk helemaal niet meer te verwachten. Nee, kijk, wat gewoon heel moeilijk is, en dat zien we iedere keer weer, dat we het virus gewoon niet kennen. Ja. Natuurlijk moeten we ons zorgen maken dat het weer kan uitbreken. Maar wat mij nu goed doet, is dat we de afgelopen maand met elkaar hebben laten zien dat we met z'n allen kunnen opschalen. Nu gaat het de goede kant op. Mm-hmm. Ja, nu moeten we vooral ons richten op de zorg die we hebben uitgesteld. Die niet-coronazorg, want die moeten we natuurlijk ook met z'n allen weer op gaan pakken. Ja. Laten we beginnen met de actualiteit. Die gaat over de mondkapjes. Daar is veel over te doen, met name de afwezigheid van die mondkapjes voor het verplegend personeel. En het nieuws over de vele doden in die verpleeghuizen die domineerden de afgelopen dagen. Ja, het zijn de loopgraven in de strijd tegen het coronavirus, de verpleeghuizen. Het aantal overleden patiënten is in 2 weken tijd vervijfvoudigd. Van de Nederlandse verpleeghuisbewoners zijn er nu ruim 5300 besmet. En honderden bewoners zijn overleden. De ouderen gaan 1 voor 1 dood. Nu totaal bij ons 7. 7 van de? Van de 21. Sommigen zijn ook een beetje angstig, zoals dat ze zoiets hebben van, nou, ik ga het ook niet opzoeken als het niet hoeft. Alle aandacht ging op de IC en ze waren er in de verpleeghuizen vergeten. En je ziet nu dat het gewoon een stille ramp is. Meneer Gommers, u bent de voorman van de IC-afdeling in Nederland. Zij zegt, alle aandacht ging daarna uit en niet naar die verpleeghuizen. En daar voltrekt zich nu een stille ramp. Heeft ze een punt? Maar toen wij half maart was het ook een ramp op de intensive care. Hè. Bedoel, we zijn nu eerste week dat we gedaald zijn en we kunnen weer ademhalen als intensive care. Maar die ramp eind maart, begin april, hadden we het over het zwarte scenario. En ik ben het helemaal met de collega eens. We zijn ze niet vergeten, maar we hadden ongelooflijk tekort aan beschermingsmaterialen. En die moesten verdeeld worden. En dat doet de ROAS. En die verdeling was tussen ziekenhuizen en verzorgingshuizen. En ja, ik kan geen oordeel vellen of dat eerlijk gebeurd is of dat het onterecht is. Dat weet ik niet. Alleen, ja, we waren met z'n allen heel erg bezig om de Nederlander op te kunnen vangen in de ziekenhuizen en op de intensive care. Ja. En we wisten ook dat het virus niet terecht moest komen bij de ouderen. En dat moesten we beschermen. Ja. We dichten u inmiddels grote invloed toe. En niet ten onrechte, want u bent ook lid van het Outbreak Management Team, zoals dat heet. Hè? Het team dat advies geeft aan het kabinet hoe om te gaan met deze coronacrisis. Zou het kunnen dat de ramp die zich op de IC voltrok, zich ook in de verpleeghuizen voltrok, maar dat daar in politieke afweging een keuze is gemaakt die achteraf bezien niet zo goed is geweest. Namelijk dat het te lang heeft geduurd voor de mondkapjes daar terechtkwamen in de verpleeghuizen. Nou, maar het OMT bestaat vooral uit virologen en infectiologen. Hè. Want het gaat over verspreiding van een virus, in dit geval het coronavirus. Ik zit er dan bij omdat het intensive care, maar er zitten ook specialisten bij namens de geriaters en de
de ouderen. Dus er zitten allerlei experts bij. Dus we hebben dat er wel over gehad. Maar we hadden te doen met een ongelofelijke tekorten. En die moesten verdeeld worden. En daar is een verdeling geweest. Ik weet niet in detail hoe die verdeling is geweest. Maar er is op dat moment gesproken over dat we de middelen zorgzaam moesten verdelen tussen de verschillende partijen. En dat lag in de lokale ROAS. Ja, meneer Segers, u zit dicht op het politieke vuur. Daar wordt uiteindelijk de afweging gemaakt. Moeten we nu achteraf constateren dat daar een inschattingsfout is gemaakt, dat te laat de aandacht is gevestigd op die verpleeghuizen waar zo ontzettend veel kwetsbare ouderen bij elkaar zitten? Ik denk dat we uitgebreid gaan terugblikken en dat dat een van de vragen zal zijn. Dus ik vind het nog veel te vroeg om dat precies helemaal te kunnen ontleden. Want wat mij nog heel goed bijstaat is een moment dat u bij de technische briefing was en dat we eigenlijk een huiveringwekkend moment hadden dat we over zwarte scenario's spraken waarin er onvoldoende IC-capaciteit zou zijn. Mm-hmm. En u en uw collega's zouden moeten kiezen, jij mag wel en jij mag niet. En dat was de eerste paniek, dat was de eerste zorg. Dus het kan zijn dat we in die paniek of in die grote zorg die we toen hadden, dat er onvoldoende aandacht naar de verpleeghuiszorg is gegaan. Dat zullen we achteraf moeten dat heel goed bekijken. Ik denk wel dat we nu los zijn van de zwarte scenario's van de IC-zorg. Maar dat er nu sprake kan zijn van zwarte scenario's in de verpleeghuiszorg. Ja. Ja. Meneer Gommers, dat was nog niet zo heel lang geleden dat we spraken over de beschikbaarheid van 2400 IC-bedden. We zitten nu ongeveer stabiel op 1200, 1300. Ja, voor de corona en dan zit er nog 400 bij. Dus we zitten nu ongeveer op 1600 bedden die we operationeel hebben. En in januari hadden we er 800. Dus we zitten nog steeds op een verdubbeling van onze gewone zorg op dit moment. Wat enorm is. Ja. Maar gelukkig hebben we die aantallen van 2400 nooit gehaald. Dus zelfs niet in de buurt gekomen. Is de aanwas minder groot dan gedacht? Of hebben de maatregelen eigenlijk veel meer effect gehad dan u voor mogelijk had gehouden? Ja. Ik denk dat de maatregelen veel meer effect hadden dan we voor mogelijk hebben gehouden. En je zag het ineens gaan dalen. En dat was natuurlijk een lot uit de loterij, als ik heel eerlijk ben. Want niemand zag het aankomen dat we ineens die daling gingen inzetten. Hoe dat dan precies is, of dat alleen de maatregelen is, of omdat we ook met elkaar duidelijker hebben uitgelegd wie wel of niet op de intensive care. Ook die cijfers moeten we laten analyseren. Of daar mogelijk dat we het in begin maart anders deden dan in begin april. Dat zou eventueel ook nog kunnen. Hoe zit het eigenlijk qua percentages van mensen die levend van de IC vandaan komen? Ja, de cijfers uit China waren 50%. We merken nu, de eerste resultaten is dat ruim 500 mensen zijn overleden op de intensive cares tot nu toe. Maar ook ruim 500 mensen zijn ontslagen van de intensive care. Maar er liggen er nog 1200. En dat hangt af hoe het met die mensen gaat om daadwerkelijk te zeggen wat de mortaliteit is van de patiënten die in de Nederlandse intensive cares behandeld zijn. Ja. En als we daarnaar kijken, namelijk de uitstroom, het stabiliseert, de eerste signalen zijn positief, toch blijft de uitstroom van patiënten, blijft zelfs met de bijgestelde verwachting hoe lang mensen op een IC liggen, blijft een beetje achter. Hoe verklaart u dat die uitstroom niet op gang komt? Nou ja, wat je nu ziet is dat we hebben weken gehad met een dag dat we meer dan 100, 125 instroom hadden. Nu hebben we 20 instroom, 20 patiënten over heel Nederland wat er instroomt. En we komen uiteindelijk op min 20, min 30 uit. Dus dat betekent dat er 50 mensen per dag van de intensive care afgaan. We hebben natuurlijk 75 IC's. Dat is bijna 1 patiënt per dag op een intensive care. Ja. En je hebt gewoon een tijd nodig, omdat die patiënten sommigen best lang liggen, dat je nu pas die uitstroom ziet. En hoe langer het duurt en als we geen grote instroom krijgen, dan zul je relatief over de komende weken die uitstroom steeds groter worden. Heeft u enig idee hoe het in ons omliggende landen gaat met instroom en uitstroom? Nou ja, wat wel raar is, hè, we zijn allemaal ongeveer, hoorden we dezelfde berichten dat ook in Spanje en Italië en in België. Nou, Duitsland heeft het sowieso nog niet zo lastig gehad. Maar dat we allemaal in datzelfde weekend gingen dalen. Ik als leek, als niet-expert over het virus, denk dan, is dat dan het weer of is het iets anders? Maar we weten dat eigenlijk niet goed. Maar je ziet eigenlijk wat er in Nederland gebeurt, dat ook in de zuidelijke landen van ons ziet gebeuren. Ja. Wij hoorden u in het ochtendprogramma van WNL zeggen, we gaan nooit meer van het coronavirus afkomen. En daar schrokken wij een beetje van. Maar
Hoe moet ik dat interpreteren? Is dit een virus dat steeds zal terugkeren? Nou ja, kijk, wat je ook met de griep ziet en dergelijke, met virussen, is dat die virussen, daar moet je of immuniteit voor krijgen. En als je geen immuniteit moet krijgen, dan moet je een vaccin hebben. En als we hoorden van de week in de technische briefing dat pas 3% van ons antistoffen nu heeft, hebben we gewoon met dat virus te maken. We weten dus ook een vaccin zal niet helpen. Als dat er eenmaal is en we worden allemaal gevaccineerd, dan nog? Nou ja, dan heeft het zin, want dan weet je dat je niet ziek wordt. Maar dat virus blijft in onze leefomgeving, blijft dat nu bestaan. En dat zie je met bergen en dalen komen en weer verdwijnen. Maar het blijft sluimeren in deze wereld. Dus heel even gekeken naar een nieuw babytje die gevaccineerd wordt tegen allerlei dingen. Dat zou in de toekomst kunnen zijn het coronavirus. Werkt dat zo? Ja, het zou kunnen. Ja. Oké. Ja, want kijk, hier naast ons zitten twee studenten van de TU in Delft. En jullie hebben een huzarenstukje